Goedemiddag, beste landgenoten. Dus ik begin nu niet met slaven of weet ik veel wat, beste landgenoten. Gisteren was ik erg ontdaan. En dat is allemaal weer een beetje ingezakt. En omgeslagen in een soort vreugdedans. De muziek is weer aan. Ik was gisteren van de kaart toen ik ontdekte dat twee mensen die ik nauwelijks genoemd had, de basis waren voor het hele drama. En niet het hele drama van Hoenenvest. Want dat is vandaag ook de ontknoping. Waarom hebben ze Hoenenvest opgeruimd? Erg simpel. Ik had in 2005 de grootste zonnecentraal ter wereld gebouwd. Voor Shell. Dat is niet zo bijzonder, maar wat wel bijzonder was, dat die in 22 jaar terugbetaald werd. Dus hij verdiende zichzelf terug. Ik heb hiermee het bewijs geleverd. En dat hebben ook de mensen van de overheid gezien, de minister-president en de CDA, heel dat spul. Hè? Ik had het bewijs geleverd dat het financierbaar was en in 18 jaar werd die installatie terugbetaald. Dus dat huis wat zichzelf terugverdiende en die octrooien die ik daarvoor had, dat was waar. Ik had dat bewezen. En dat duste natuurlijk de overheid niet. Dat was spel uit. Van huur en van energie. Want die woningen waren allemaal zelf terugverdienend. En natuurlijk gebruikten ze zelf nagenoeg geen energie. Het is nu nog allemaal veel beter geworden. Maar u kreeg dus van mij cadeau een 201 kapper. En die konden ze in alle modellen leveren. Geen probleem om er 10.000 verschillende te leveren. Eén huis had je je arbeid. Wat je wilde, of het nou kantoor was, of schoonheidsspecialist, of lab, weet ik veel. En het andere huis woonde je. Het was aan de binnenkant ingedeeld met schuifbare wanden, zoals modern kantoren wel ingedeeld worden. Die hongen aan rails en kon je continu veranderen. Dus je kon dat huis ook continu een andere indeling geven. Groter wonen, kleiner wonen, meer bedrijfsruimte enzovoorts. En het werd opgeslagen in een van de garages. Daar hongen al de panelen in. Je kon het helemaal leegmaken en dan hong al de paneeltoestand in de garage. Dat was heel simpel. En ik heb u gezegd, het werd gebouwd in 18 uur. Ja, dat is ook zo. Het werd gewoon in 18 uur gebouwd. De waarde van zo'n dubbele kapper is nu zo'n 1 miljoen euro. Ik zou er 1 miljard bouwen in de wereld. Dat is 1 miljoen miljard. Dat wordt u misschien bekend voor. 1 miljoen miljard. Dat wil zeggen dat iedere familie in de wereld recht heeft. Iedere familie in de wereld heeft recht op zo'n huis. In een iets andere vorm. Want ik heb aangetoond dat het te financieren was. En ik heb voor mezelf, voor Roemenië, zou ik 12 steden gaan bouwen. Dit is overigens het boek wat gemaakt is voor de centrale, ja, die we bouwden. En zo'nzelfde boekje had ik ook, even goed kijken, ja, dit was een beginboekje, hè? Dus ik zal het ook bij de documenten in de pers maar bijdoen. Hier was het overzicht, de firma die dat deed, en ik heb hun een aanbetaling gedaan op 60.000 euro om de financieringsaanvraag te doen. Om dit allemaal te bouwen. Dus ik heb niks in de lucht gegrepen. Hè? En onze vriend Jan Oosterveld, lid van de Raad van Bestuur, die heeft deze plannen meegemaakt die hier staan. Dus alle bedrijfsplannen waren klaar. Alle fabrieken waren klaar. De hele handel. De oprichtingsvergadering was er geweest. Jan, je rookt een behoorlijke sigaar als oplichter. Maar ik denk dat het ook geldt voor minister-president Balkenende en Rutten.
Maar deze twee heren, die alles georganiseerd hebben. Dokter Van Leeuwen. En Wouter Bos, wat denkt u hiervan? Dat spel heeft het allemaal geregeld. U heeft een schadeclaim van 1 miljoen miljard aan uw broek, mijn heren. En alle ambassades krijgen het recht om dat te doen. Want iedere mens op de wereld heeft het recht op deze woning. Iedere familie op de wereld heeft het recht op deze woning. Die zichzelf terugverdient. Daar hoef je dus geen cent voor te betalen. Dus niet Frans van der Heijden heeft een claim ingediend. U moet nu de claim indienen. Ik zal het ook doen. 1 miljoen miljard dien ik in. Namens u. Maar u heeft het recht op deze woning. Dankzij mijn eigen octrooien. Die ik niet gemaakt heb voor mezelf, maar voor uw kinderen. Een veilige toekomst. Omdat ik dit een walgelijk leven vond. En dat ik rondkeek alleen maar dood in de ogen zag bij mensen. En dat is nog zo. Iedereen loopt als een zombie rond. Dat is toch eeuwige zonde. Terwijl dat niet nodig is. Zombie, allemaal geld tekort. Geen perspectief. Ongelooflijk ongelukkig. Eenzaam en alleen. Met grote geldnood. En een elektronische politie die je op elke hoek van de straat kan pakken. Stop toch. En dan als slot, boom, we ruimen alle mensen op, want er zijn er te veel. Zo is mijn landgoed afgepikt. Ook door diezelfde mensen. Omdat er klavertjes 4 groeide. Die groeide daar. Klavertjes 4. Heeft de geheime dienst gedaan. In opdracht van Nederland natuurlijk. Dat is allemaal heel grappig. Ja, grappig. Wordt voor hen niet zo grappig meer. Want ik kan alles aantonen. En u kunt allemaal persoonlijk de claim indienen. Ik zal het namens u indienen. Maar ik geef u het recht als Frans van der Heijden, eigenaar van deze octrooien, eigenaar van al deze vindingen, eigenaar van al deze stukken in de financiering. Ik was ook echt rond. Helemaal rond. Met de banken. Ik moest alleen het rapport nog maken. Met topmensen erbij, zoals Erik Moes, die hier geweest is, lid van de Raad van Bestuur van de BIS. Met zijn twee zonen, allebei ingenieurs, hebben alles doorgekeken. Zeggen, ja, het is correct, Frans. Dus ik wil voor jou mee de biotoopbank opzetten. Alleen ik wil een tweede man erbij, dacht ik aan Wijfels. Dacht dat hij een goede man was. Meneer Wijfels, jongen. Jongen. Dus, ja. Deze kinderen zaten in mijn stichting. Ik heb diverse stichtingen gehad. Ik heb erg veel weggegeven. Zoveel ik kon. Zo, los. Maar het was natuurlijk de hoofdzaak van mij. Zorg nu dat die mensen een duurzame oplossing krijgen. En dan als klap op de vuurpijl. Ha. U kreeg een gratis huis, maar als u oud en versleten was, kreeg u ook nog bomen. Want die groeiden dan 20 jaar of iets langer. En dat was uw rente, uw pensioen. Moet u nou eens kijken naar pensioen, hoe u krom moet liggen om dat pensioen een beetje verzoend te hebben. En hoe u dan gepikt wordt met de belasting. Ik hoop u in de komende weken te kunnen melden dat belasting stopt. Dat de benzine gratis is, dat het gas gratis is en dat de belastingen stopt en dat alle ambtenaren naar huis gaan. Zo zal het gaan. En u moet een claim neerleggen. Ik zal het namens u doen. Voor alle mensen, alle gezinnen van de wereld. Dus 1 miljard hebben het ook op die stukken staan hoor. Ik heb het hier ook staan op deze stukken. Hè? Te realiseren van 1 miljard duurzame jobs, dat kan bosbouw zijn of thuiswerken. En zeer luxe, duurzame, autarte, zelfverzorgende woningen volgens de muziekgeometrie. Dat klinkt een beetje ingewikkeld, ik kan dit ook zeggen. Volgens de levensbloem. Want dat is in feite hetzelfde. 1 miljard families, een business unit. Nou ja, dan heb je toch 8 miljard mensen. En die wonen dan. En dan wil ik nog wel iets zeggen over overbevolking. In mijn landgoed van 300 hectare
Als je dat omzet naar 300 kubieke hectare, niet meer, niet minder, kun je heel de wereldbevolking begraven. Dat is minder dan een speldenprikje op de aardbol. Of ik zeg aardbol, is niet, hè? Aardschijf. Ook zo'n leugen. Maar dat is nog maar even de zijkant. Het gaat erover dat u vandaag een Sinterklaas cadeau krijgt, iets eerder als Sinterklaas is. Het is nog een paar dagen. Maar voordat het bij u in huis is, zal het leven. En voordat het bij u aankomt, zal het ook wel even duren. Voordat je begrijpt dat het zo is. Je bent natuurlijk van harte welkom hier. Ik kan alles onderbouwen en werkelijk onderbouwen. Iedere techneut mag mij uitvragen en mag elke ingenieur naar me toe sturen. Ik kan alles weerleggen, dat wil zeggen uitleggen. Iedereen kan het kijken en kan het bouwen. En ik was ook zover dat ik ging bouwen. Ik had een vergunning op het landgoed om te bouwen. Proefproject. Van Mechelen had me die vergunning gegeven. En ik had ook vergunning om in Roemenië 12 steden te bouwen. En ik had de financiering rond. Ja. En dan deze twee heersjes. Nou, heersjes, boefjes. Een levenslang gevangenisstraf hebben ze te weinig. Ze kunnen niet lang genoeg leven om die gevangenisstraf uit te zetten. Wat een volk, hè? En die hebben de macht. Hop, 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 hop. Ga eens even de kant, mijn heren. En helaas, je bent te laat naar mij doodschieten. Want ik heb het nu gepubliceerd. Dus je komt niet meer weg. Meneer Wagner, zeer bedankt. Hij had het goed in de gaten. Internet is de verandering. Oorlogen kunnen rustig stoppen. Want de BIS financiert niets meer. Die zijn allemaal failliet. Het is kapot. Het is over en uit. Het schaakbord is leeg. Ze staan schaakmat door een valse tegenschriften. Maar de schade die ze aan zijn broek hebben, komen ze nooit meer uit. Zo simpel is het. En kijk, ik ga er toch iets grappigs van vertellen. Ik weet niet of je de droom kent van Nebukadnezar. De meeste mensen kennen die. Daniel in de leeuwenkuil. Nebukadnezar had het volgende verhaal. Dat speelt zich af in Babylon. En Babylon is dan met de hangende tuinen heel voortvarend. En Daniel zegt: heer president of keizer, het is nu allemaal goed, maar er komen slechtere tijden en nog weer slechtere tijden. Totdat alles heel slecht is. En dan breekt het beeld wat ik in de droom gezien heb met de enkels af. Laat nou dat gipsen beeld van een meter of 6-7 hoog van een mens bij de Nederlandse bank staan. Een spierwit gipsen beeld van een meter of 7 denk ik ook. Dat kan ook 6 zijn, kun je niet zo goed schatten. Dat beeld zit in de droom van Nebukadnezar. De Nederlandse bank is gevallen. Dat beeld is gevallen. Tot gruzels. Want iedereen heeft nu het recht om 1 miljoen euro van de Nederlandse staat te eisen. Het is voorbij. Hoeveel? Jullie hebben alles gekoloniseerd en geterroriseerd. Je hebt de vruchtbaarheid aan een, wat het prachtigste is wat er is, de vruchtbaarheid aan een kind is het doel van leven. Dat is de vreugde. Daar zit alles. Hebben zij geketen aan een smerig krot. Zo'n krot staat er ook bij Nauta du Tiel. Boven. In Amsterdam. Daar staat een beeld zoals dit, de Egyptenaren. Helemaal bezet met glimmende stenen, geen diamant. En er ligt een reus te slapen, dat wil je niet geloven, zo groot. Een meter of, ja, een joepel van een reus. Van brons. En er staat van houtafval, van het hout uit de grachten, een huisje getimmerd. Ja, dat is voor u. Amsterdam is ook een krotterstad. Maar die diamanten zijn voor Nauta. Ik was bij Nauta toen ik de claim had voorbereid van 10.000 miljard. En ik heb hun gevraagd, zou ik die claim naar ARM doen? Nou, dat is natuurlijk een heel groot bedrag. En daar zagen zij geen enkel bezwaar tegen. Want ik had dat goed voorgerekend. Alleen toen ik hun vroeg
en sommeerde die claim eruit te halen. Nee, dat doen wij niet. Nauta, 170 jaar lang slaaf van de overheid. Ze zijn geteld uw dagen. En ik heb u miljoenen betaald. Voor de verdediging. Waar ik nu mijn vraagtekens bij zet. Want we hebben wat afgeprocedeerd. In Nederland. En de familie Spichthoff, weet u wel, Spichthoff? U was toch de grote man van Indonesië? Vergeten? Nee. U zou de zaak voor mij doen tegen de AFM. Ik kreeg natuurlijk twee boekjes mee. Niet meneer Spichthoff. En ook de andere slimmerikken niet. Nee, ik moest naar Den Haag of ik moest naar Rotterdam met twee jongens van 25 jaar, hooguit. Die hakkelend uit hun woorden konden komen. Van, ja, maar het is toch niet redelijk dat meneer Van der Heijden geen overgangstermijn krijgt? Nee. Daar kwamen ze niet uit. Nee, die vergunning moest weg. Van der Heijden moest opgeruimd worden. Ze had een man of 10 van de AFM. Deed ik nog vriendelijk tegen ook. Kan het niet in de gaten? Ik denk dat is ons rechtssysteem. Nee, dat is het niet. Ons rechtssysteem is gewoon rot. Ik vraag ook bij deze, omdat het faillissement aan de orde is, van de Nederlandse staat aan oud-rechter, die hier op bezoek is geweest, oud-rechter mevrouw Van Tiel. Mevrouw Van Tiel, u is bij mij een paar keer geweest. Wij hadden een heel goed contact. U woonde in Spanje inmiddels. Ik heb nog wel eens een lezing gegeven dat u mij erop aandrong om nog eens het profiel van de vrouw en de vruchtbaarheid nog eens goed neer te zetten. Omdat zij vond dat ik daar echt gelijk in had. Dat is ook niet zo moeilijk, want iedereen weet dat een kind uit de vrouwenbuik komt, niet uit de mannenbuik komt. En dat de moeder de grote binding is en dat zij de eer heeft van het leven. En dat zij met alle egaars behandeld moet worden. Moet worden. Niet zomaar, moet worden. Dat is ons leven. Het kind is het leven. En het kind wat daaruit voortkomt, moet met alle egaars benaderd worden. Dat moet een zelfvertrouwen krijgen, dat moet harmonie hebben. Zij begreep dat allemaal. Ik heb overigens ook de familie van Gandhi hier op bezoek gehad. Dat is maar even een grap. Toch wel leuk. Maar zij was ook een van die belangrijke mensen die hier was. En mevrouw Van Tiel, wij hebben samen een geheim. Een fors geheim over de AFM. Dat blijft ook zo, dat forse geheim. Ik zal er nooit iets over vertellen. Nooit. Zolang ik leef, vertel ik daar niets over. Maar u weet hoe het zit. Uw vader was president van de rechtbank in Den Bosch. Een zeer amabele man. Ik heb hem zelf, ja, dan op de rechtbank, wel eens gehad in een kort geding wat ik had. Toen ik een stuk jonger was natuurlijk. Had ik ook eens verloren, omdat ik, ja, moet ik zeggen, in mijn jeugd iets te veel wilde, dat remde hij. Hij had ook gelijk, het ging over weging en ik had twee wegen, twee uitwegen. En ik wilde de ene hebben, maar één is genoeg. En had hij gelijk in. Maar goed, dat is voor mij een beetje een jeugdzonde en een herinnering naar die tijd. Ik weet in ieder geval dat het een hele amabele man was en zijn dochter een zeer amabele vrouw. Zij is benoemd voor haar leven, want de rechter is voor haar leven. Dus ik vraag haar om deze was te wassen. En een team vast te stellen wat het kan. Want zij weet natuurlijk drommels goed wie in de rechtspraak nog klopt en wie niet klopt. Mijn ervaring is dat er inmiddels een hoop mensen niet kloppen. Ik kan niet zeggen wie, maar ik weet dat het links en rechts niet goed is. Ik heb wel redelijk eerlijke uitspraken, maar die dekken niet de hele lading.
Dat wil zeggen, het is natuurlijk nog wat complexer als wat hier benoemd is. Wij hebben hier over Groenevest gesproken in de vonnissen, niet over de woningen. Maar dat is natuurlijk integraal, die woningen. Natuurlijk gaat het bij u om het gezin. En die bomen zitten zand voor uw pensioen. Maar het gaat om uw kinderen, het gaat om nu. Nu moet u vooruit, nu moet u zorgeloos leven en vrolijk zijn. Uw ogen moeten lachen en niet dood zijn. Mevrouw van Til, u kunt helpen. Ik weet niet waar u nou zit. Ik weet dat u een woning had in Spanje. Ik had een bijzonder goede relatie met mijn gevoel. Wellicht kent iemand mevrouw van Til. Misschien kent ook iemand nog hele goede rechters. Liefst vrouwelijke rechters, omdat die, naar mijn oordeel, het beste contact hebben met het kind. En de belangen van het kind. Mannen hebben op een of andere manier een machtzucht die dat passeert. Hoe dat precies zit, kun je over discussiëren. Maar ik weet dat vrouwen als moeder kloppen. Niet dat alle vrouwen nou heiligen zijn, maar vrouwen als moeder kloppen. Dat is altijd. Ik heb dat eeuwig gezien. Vrouwen willen echt een kind. Het is ook de enige weg om te ontsnappen aan de eenzaamheid. Een kind is de enige weg. Je eigen kind en het kind in werkelijkheid. Ik ben ook godsgelukkig dat Anka met Fabienne hier in huis is. Dat is een feest. Elke dag opnieuw een feest. De glanzende ogen van hem. Het spelen met het zand. Ik heb hier in huis een nieuwe zandbak gemaakt. Hij speelt niet te geloven. Tractoren en vormen, weet ik veel. We zijn telkens aan het spelen. Met de tijd laat ik dat allemaal ook leuk zien. En ik heb dan over dat kind het een en ander ook nagedacht. Van hoe komt dat kind met de aarde in contact? En hoe evolueert dat? En hoe komt dat experiment tot wasdom? Maar goed, dat is natuurlijk een onderwerp wat nu niet zo aan de orde is. Wel is aan de orde de toekomst van dat kind. En dat is de claim waarbij je toestemming krijgt namens mij en mijn octrooien om bij de Nederlandse overheid een bedrag te eisen van 1 miljoen euro voor uw familie. En ik zal het nogmaals herhalen, ik zal het ook gezamenlijk doen. Ik zal het gezamenlijk inzetten en dan wordt het 1 miljoen miljard. Dus ze zijn altijd weg. Die mensen hebben nooit niks meer te vertellen en nooit niks meer recht te zetten. Dus je kunt erop rekenen dat er geen belasting betaald hoeft te worden en dat alle ambtenaren ontslagen worden. Misschien een paar. Dat nodig is voor Piet-Jan Klaas, dat weet ik niet. Maar ik denk dat u zelf de zaken goed genoeg kunt regelen. Dat kunt u in uw gezin en dat kan voor de rest ook. Laat ons daar maar mee afsluiten. U wensend een fijne zondag. Veel plezier met uw kinderen. Een prachtige evenwichtige toekomst toegewenst. En ik hou u verder op de hoogte hoe die evolutie nou gaat. En hoe de revolutie zijn weg gaat. Dus evolutie, dat komt van de revolutie. Zonder bloedvergieten, zonder toestanden. Alleen een paar mensen netjes opgaan. Fijne dag nog. Fijne avond. Bye bye. Tot morgen.